vliegtuig vandaag is ongeveer 4 uur. In onderweg kom ik zelf op mijn collega bij je terug met wat meer route en vluchtinformatie. Vliegtijd vandaag is ongeveer 4 uur. In onderweg kom ik zelf op mijn collega bij je terug met wat meer route en vluchtinformatie. Nu wil ik u vragen zo dadelijk aandacht te geven aan de vliegveiligheidsdemonstratie gegeven door mijn geweldige collega's van de cabine. Zij zijn round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run. Looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place we all make and just be alone. Goedenavond, het is vandaag vrijdag 4 maart. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vlog van de 50-plusser. En als je dan denkt, waar staat ze nou? Ik sta in een badkamer in een hotel in Costa Adeje op het eiland Tenerife, een van de Canarische eilanden. Vanmorgen vroeg al vertrokken. Wij hadden het vliegtuig 9:45 en we zijn geland en we hebben al even een lunch gehad hier. Het hotel is groot, massaal. Onze kamer zit aan de straatkant, wat een beetje jammer is. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Het is een graad of 20, 22. We hebben een balkonnetje hier. Kijk, dit is het uitzicht. Straatkant, heel jammer. Ja. Maar... maakt niet uit. Je hebt hier heel veel verschillende zitjes en hoekjes waar je leuk kan zitten. Hier vlak tegenover ons appartement of hotelkamer is een soort plateautje. En we zitten dan niet helemaal op de begane grond. Ja, hier aan de straatkant wel, maar aan de andere kant zitten we eigenlijk... Gek is dat eigenlijk. Nee, dat is hier beneden. Ja. Ja. Het zit in de grond. Ja, het zwembad en alles is lager. Maar hier zitten we bijvoorbeeld gewoon op de begane grond. Maar de kamer is op zich, ja oké. Okay. Eens kijken aan een groot breed bed. Je kan hier juist met z'n vieren liggen. En ja. We moeten toch even een beetje opruimen, maar we waren zo ingekakt. We kwamen aan en... zijn we gelijk even bij het zwembad, bij de snackbar, even wat gaan halen. Straks naar het diner. We hebben all inclusive, dus we hebben weer een gevangenisbandje om. Die maandag ter Bali zei dat the food was better here than in prison. Ik zei, nou, dat hoop ik dan maar. Kijk, het is natuurlijk groot en massaal en dan kan je nooit verwachten dat het eten helemaal tip-top is, maar dat weet je gewoon. Maar we zijn al even lekker naar de Egingzee gelopen vanmiddag. Even een paar boodschapjes gehaald. Ik wil altijd water, flessen water bij me hebben. En
Ja, er is een waterkokertje hier. En er zijn twee kopjes. En een paar dingetjes met koffie. En thee. Dit is koffie, geloof ik. Oploskoffie. Dus we kunnen ons even redden morgen vroeg. Nou ja, dit is dan de kom. En het uitzicht. Dit is het bed. Hier ligt nog een koffer die nog niet helemaal uitgepakt is. Hier is de tv. Koelkastje achter. Minibar. Hier is wat. Nou, hier is een kast. En dit is de badkamer met hier de wc. Een ruime wc trouwens. En hier is een douche met bad. Maar hier zitten wij dus de eerste dagen tot volgende week vrijdag. Ja. Ja, we hebben een weekje vrij. Dat doet maar. Dat doet maar, ja. Daar hadden wij wel recht op, vonden wij. Ja? Zo, daar hadden wij wel recht op. Toch? Ja. Jawel, hè? Ja. Hebben we gegeten. Hebben gegeten. En het was lekker, hè? Ja. Het was warm, het was goed buffet, veel keus. Dus dat, ja, dat was wel goed. Ik denk dat het ontbijt ook wel goed is. Ik hoop dat het ontbijt ook goed is. Ik heb lekker fruit even gehad. Ja. We hadden vanmiddag ook nog snackjes gehad bij het zwembad. Dus ik had niet zoveel honger. Maar we hebben even lekker wat fruit erbij gegeten. Ik heb ook niet zoveel gegeten. Nee, Chris heeft ook niet zoveel gegeten. Ik zie ook mensen dingen opscheppen. Dan denk ik wel, zouden ze thuis ook zoveel eten. Verschrikkelijk. Nou ja, het is all inclusive, hè? Waar voor je geld. Ja, goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Vanuit Tenerife wens ik iedereen een heel fijn weekend. Terwijl de oorlog voortwoekert daar in de Oekraïne. Ja, we houden het nieuws in de gaten hier op televisie. Het woedt nou een week al. Ja, jongens. Ja. We hebben ontbeten. Ontbijt was goed voorzien. Brood, koffie, fruit, alles, ja, bijna, ja, hoe noem je het, bijna vreemd om je daar druk om te moeten maken, terwijl die mensen daar misschien wel honger lijden en geen elektriciteit hebben en geen water. Heel raar, heel dubbel eigenlijk, je durft er bijna niet van te genieten. Maar goed, wij gaan naar buiten, we gaan wandelen. Het is nog vroeg, het is 9:30, ja, ze lopen een uur achter hier. Voor ons is het al 10:30, maar... ja, we gaan straks een stuk wandelen. Nou hoop ik dat het redt op deze zondag, als we beginnen met mijn wandelen. Ik zit nog even over te twijfelen. Richting strand. Dit is shoppingcenter Fanabe. Zo heet het strand hier ook. En dit is allemaal restaurantjes en winkeltjes. Het is een beetje bewolkt. Hierboven hangt zelfs een behoorlijke grijze lucht. Maar de temperatuur is heerlijk, dus dat maakt niet zoveel uit. Dan kunnen we langzaamaan aan de zon wennen.
achter mij is Playa del Duque. En dit is een wat mooier stukje van Costa Adeje, vind ik persoonlijk. Palmboompjes. Nou jongens. Nou, we hebben al een uurtje gelopen. We gaan nu even op een bankje zitten, want ik voel alles. Maar ach, hoe heerlijk is dit. De zon komt er nu bij. Lekker hoor. We genieten op dag 1. Gelopen. Er zit een duif achter je, Chris. Oh. Ik kan even hoi zeggen. Ja. We hebben heel net gelopen. We zijn helemaal naar zo'n ander dorpje gelopen. En ik voel nu alles, dus we doen even rustig aan. We zitten hier boven, we hebben geluncht beneden. Dat is wel lekker. Beneden is geen plek meer, want iedereen heeft zijn handdoek al op de stoel gelegd vanmorgen. Dus er is voor ons geen plek meer. Daar ben ik zo op tegen, dit soort praktijken, maar goed. Maar het waait wat hier, dus het is niet super warm. Misschien dat we straks wel een ander plekje op gaan zoeken. Of we moeten even een vestje aandoen, kan ook. Het is wel... wel uit te houden hier. Ask me smooth.
Nou, tot zover deel 1 van de vlog van Tenerife, van de vakantie. Ik ga er proberen dagvlogs van te maken. Of sowieso meerdere delen. Nou, bedankt voor het kijken naar deel 1. Steek een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer je nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dat is helemaal gratis. En dan zie ik jullie graag terug bij het volgende deel van onze vakantie van Tenerife. Doei doei!